drugshandel, witwassen, corruptie, grensbeheer en cybercriminaliteit. Dit zijn enkele van de onderwerpen die aan de orde komen tijdens de eerste High Level Security Conference in Suriname op 21 en 22 april. Ministers, ambassadeurs en hoge functionarissen van internationale organisaties uit het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Europa zullen samenkomen om de uitdagingen en bedreigingen aan te pakken die deze transnationale misdaden met zich meebrengen voor stabiliteit en duurzame ontwikkeling van onze regio. Dus de High Level Security Conference is een initiatief van Suriname. Daaraan zullen participeren Suriname, Guyana, Frans-Guyana, Brazilië en Colombia. Die zijn de landen involved. Samen met landen die zijdelings betrokken zijn bij veiligheidssituaties in dit gebied, zoals Nederland, Canada, Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Spanje. De essentie is dat we gaan bespreken transnational organized crime. Dus transnationale georganiseerde criminaliteit. Dat is eigenlijk ook de essentie van deze conferentie. Om bestaande samenwerkingsverbanden te evalueren. We denken bijvoorbeeld aan drugshandel. We denken aan wapenhandel. We denken aan mensensmokkel. Wij hebben een enorme taak om ervoor te zorgen dat de beste vorm van samenwerking tot stand komt. Om zo effectief mogelijk de veiligheid in deze regio te kunnen garanderen. Veiligheid is een van de basiselementen voor economische groei. Zonder veiligheid is het heel moeilijk dan om economische groei te hebben in het land en in de regio. Suriname neemt acties en keiharde acties om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. En tegelijkertijd geven we een heel sterk signaal naar de georganiseerde criminaliteit. Maar we zitten niet stil. We tolereren niet. De verwachte resultaten zijn meer betrokkenheid hebben bij regionale en internationale veiligheidssamenwerking. We willen ook meer resultaatgericht beleid op nationaal en regionaal niveau. De transnationale georganiseerde misdaad heeft ook een heel grote impact op onze duurzame ontwikkeling. Wij allemaal, hun gemeenschappen, onze economieën, wij allemaal ondervinden er last van. Wij moeten met deze landen samenwerken. Op 21 en 22 april zullen wij samen denken, samen bundelen, samen handelen in de Royal Ballroom van Torarica, Paramaribo, Suriname. Komeku denki makandra, bondru, spa makandra, du makandra. 21 en 22 april, Torarica, Paramaribo, Suriname. Let's think, join forces and act together. #HLSC 2022